Is het een beetje makkelijk, hè, die zus? Ja, wel. Ja? Ja. Lekker kort? Lekker kort. Kort en pittig. En ja. heb jij het ook die kleur gegeven? Ja. Maar dat waarom heeft het geschoren? Ik heb het gekleurd. Oh ja? Ja. Maar Kamal, jij doet echt wel meer dan alleen knippen en scheren. Want daarnet word ik even verrast met een beetje was en wat de staafjes in mijn neus en in mijn oren. Maar jij doet eigenlijk gewoon alles wat heeft te maken met ontharen ook. Ja. Ontharen, waksen neus, oren, een stomen met een warme doekje overheen. Voor je baard, sommige mensen hebben een heel harde baard. Nu met een warme doek wordt heel zacht, dan kan je makkelijker scheren. En wat daar in de hoek staat, dat ziet er ook nogal warm uit. Dat zijn gewoon warme doekjes. Dus ik ben mensen op baard, dan wordt die baard een beetje zacht, kan je makkelijker scheren. Ah, oké. Okay. Anders heb je zo magnetonachtig, maar ik heb geen ruimte voor. Nee. Ik kan nergens kwijt. Ben jij hier al lang klant? Ja, ik kan wel, ik denk een jaar of drie in totaal. Eerst mijn barbershop en toen hier. Ja. Nou, dan ben je tevreden klant, hè? Absoluut, ja. Jij hebt ook wel een kapsel wat je vaak moet onderhouden, want het zit nogal strak. Elke week ga je naar de kapper? Elke week ben ik bij Kamal. Ja. En Kamal, wat is jouw tarief eigenlijk? Ja, 15 euro is niet duur. Maar dat is voor standaard knippen? Standaard knippen met baard en haar is 22 euro. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, en alleen baard is tientje. Echt waar, ja? Ja. Nou, prima prijs. Ja, dat is niet duur. Nee. We zijn de goedkoopste volgens mij in Meerdere. Ja. Ja, mooi. Netjes. Nee. Kijk. De baas zegt dat moet luisteren. Ja. Ja, werken jullie altijd zo gezellig samen, mensen? Ja. Ja. Ja, jullie zijn best dik, hè? Ja. Ja. We zijn dikke maandjes. En ik was even niet geweest en nu zijn jullie allebei lid geworden van de VOM. En ik zie opeens dat hier hele muur weg is. Of zat daar geen muur? Hoe zat dat ook weer? Een keukentje erin. Ja. Een keuken eruit valt en dat is meer licht. Maar jullie zijn nog wel steeds twee verschillende zaken, toch? Ja. Jawel, nog steeds wel. Zo Hair en Beauty Salon Middelburg. Ja. Maar ik begreep net ook van jou, Elisa, dat daar in de hoek, daar zijn nagels bij gekomen. Ja. Een nagelstudio. Ook dat klopt, ja. En doe je dat dan zelf? Of? Ja, ik doe dat op de maandag, één keer in de twee weken in principe zelf. Die komt het ook doen. Oké. Okay. En jij doet gewoon nog steeds wat je deed? Ja, nog steeds baarden knippen en haren. En hoe gaan de zaken? Hoe was het voor jullie zo de afgelopen zomer? Iedereen een raar jaar, maar geldt dat voor jullie ook? Of gaat het allemaal goed? Bij mij gaat het wel goed. Ja? Tevreden ondernemers, nou, dat is goed om te horen. Ja. En je knipt ook familie, zie ik. Ja hoor. Of is dat geen familie? Hé! Hey! Doe je heel de familie zelf? Of, ja. En hoe is dat bij jou? Ja, voor mij van alles komt het. Familie, vrienden, buren, ondernemers. Maar ben je tevreden hier op deze locatie? Nog steeds wel hoor. Ja. Ik ben heel blij mee. Ja. Ja. En alles wordt mooi geschilderd hier? Ja, natuurlijk. Heb je alles opgeknapt, stap voor stap. Ja. En elke keer komt iets bij, nu hebben we een nagel bij en straks kijken wat er nog bij komt. Ja, want die ruimte die je hier hebt, dat is meer, die gebruik je niet echt actief. Dat is wachtruimte. Dat is een wachtruimte, ja. En we hebben achtertuin, kan ze lekker zitten, keer ook een koffie nemen. Ja, en van alles voorzien. Sporten, ja. Jij bent heel veel op Facebook, nou dat ben ik ook. Ja. Maar ik zie dat jij heel betrokken bent. Jij, weet je wel, of het nou gaat over de bibliotheek of... ik zie heel vaak dat jij toch wel een duim geeft of reageert. Ik kijk altijd om me heen wat ik zit. Ik vind het altijd leuk om een beetje lijken. En als iemand nieuw gestart is, weer een beetje steunen. Ja. Ik ben ook gesteund door ondernemers, een beetje ook terugsteunen. Je bent gewoon wat dat betreft echt een middelburger, hè? Na 7 jaar moet ik wel toezeggen. Ja. En hier is wel gezellig met de brug zelf, helpen elkaar. Ja. En ik ben heel blij mee. Nou, dat is goed om te horen. Dat geldt voor jou ook, denk ik, hè? Ja. Ook gewoon heel betrokken. Jazeker. En jij wil hier ook niet weg, neem ik aan. Nee.